Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streenstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook live uitzending van de Woonark aan de Troelstrakade. En het sneeuwt. En de Woonark is juist zoiets om te laten zien als het mooi weer is. Lekker terrasje, buiten. En we zijn hier vandaag bij de Troelstrakade. En ik sta hier gewoon in mijn jasje, in de regen, in de natte sneeuw. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. Toch ga ik jullie deze Woonark laten zien. Superleuke Woonark. Het grote voordeel is van bezichtigen in de winter, is dat jullie strakjes van de zomer hier perfect kunnen wonen. Dus ik ga jullie toch meenemen. Ik ben vandaag gestart, dit keer eens een keer aan de waterzijde. En we zien dus de Woonark vanaf de waterkant, gelegen op het brede Troelstrakade gedeelte. Nou, het grote voordeel daarvan is dat je dus een terras aan de waterkant neer mag leggen. Er ligt hier een klein terrasje. Dat is net groot genoeg voor een lekker bankje, een paar stoeltjes. En op het moment dat je vanuit de keuken, de woonkamer, naar buiten komt lopen, stap je dus direct op het terras aan de waterkant. Nou, zomers is het helemaal fantastisch. Vandaag is het gewoon helemaal niks. Maar ja, het is niet anders. Het leven van de makelaar gaat niet altijd over rozen. Ik ga voorzichtig proberen richting de kant, de Woonark te komen. De loopplank is niet in al te beste condities, hè, dat kunnen jullie hier zien. Op zich moet dat wel redelijk eenvoudig op te lossen zijn. We hebben houten opbouw, dubbelglas. En ik ga proberen heel voorzichtig naar binnen te komen, want het mooiste zou natuurlijk zijn, daar wacht iedereen op, dat ik een keer te water ga. Maar we gaan proberen om dat niet te doen. Nou, vanuit de woonkamer stap je dus het terras op. Nou, dat is natuurlijk superleuk. Lekker groot terras. Aan de waterzijde. Dan komen we vanzelf in de woonkamer. Ik hoop dat jullie een beetje goed zicht hebben, want ik heb veel regen op mijn beeldscherm. Woonkamer. Voldoende ruimte voor een eettafel. Keuken. Eenvoudig, maar kan echt nog wel een paar jaartjes mee. Gaskookplaat in de hoek. We hebben zelfs een vaatwasser. En we hebben veel lichtinval. Er komen grote raampartijen. Mooi zicht op het water. En dat, ja, zo hoort het eigenlijk ook op een woonark. Nou, zoals jullie weten ben ik specialist op het gebied van woonarken. Ik woon mijn hele leven op het water. En ja, ik roep altijd, als je eenmaal gewend bent om een woonark, dan wil je nooit meer wat anders. En dat is met recht zo. Je hebt gewoon volledige vrijheid, geen last van buren. En we gaan vandaag starten met de verkoop van deze woonark. Een aantal brochures liggen alweer klaar voor vandaag. Maar ik ben hier zaterdag nog een keer, dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woonark ook willen bezichtigen, bel even naar kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En wie weet kunnen jullie aanstaande zaterdag deze woonark alsnog bekijken. We hebben te maken met lichtgeld met woonarken. Dat betekent dat je €550 per jaar betaalt om hier te mogen liggen. Het grote voordeel is dat je geen overdrachtsbelasting hebt. En een groot voordeel is ook dat je geen onroerend zaakbelasting hebt. Op dit moment veel mensen aan het klagen over de hoogte van de onroerend zaakbelasting. Nou, daar heb je met een woonark geen last van. Dus dat zijn de voordelen. We hebben twee slaapkamers, een ruime badkamer. Woonarken zijn vaak voorzien van kruipluiken. Hieronder bevindt zich bijvoorbeeld de vrij nieuwe rioolpomp. Achter dit luikje vinden we de schakelunit van de rioolpomp. Maar ook het elektramateriaal. Nou, voldoende groepen. Deur richting de badkamer. Plek voor de wasmachine en de droger. Een hoekdouche. Toilet. Zonnig toilet. Op dit moment heeft de woonark twee slaapkamers.
Ik roep altijd dat het houtskeletbouw is, dus ja, in principe kan je hem indelen zoals je zelf wil. Maar op dit moment twee slaapkamers. En je zou ook, ja, omdat je ziet, hè, je hebt hier die twee ramen, je zou eventueel nog een wandje ertussen kunnen zetten, waardoor je twee kleine slaapkamertjes krijgt. Het is allemaal mogelijk. Je kan hem indelen zoals je zelf wil. Houten vloer. Uitzicht over het brede water van de Troelstrakade. En deze kamer is ruim voldoende voor een grote tweepersoonsbed. Aan het einde van de gang de tweede slaapkamer. Ook die is prima van formaat. Hier zou je dus inderdaad nog een tweepersoonsbed kunnen zetten. En dat betekent dat je dus twee kleine slaapkamers kan maken. Plus een oude slaapkamer. Het is wel wat krapjes met een groot gezin. Maar het is mogelijk. Nieuwe Remea cv-ketel. Nieuwe rioolpomp. Dus dat is allemaal perfect. Nou, voor de rest heeft hij wat aandacht nodig, links en rechts. Maar je kan er absoluut een leuke woonhuis van maken. Prijs is ook prima. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik probeer ze dan gelijk te beantwoorden. We gaan zo meteen nog heel even naar de voorzijde van de woonark. Woonkamer. Deur richting het terras. Heerlijk terrasje. Om van de zomer lekker te zitten. Vandaag is het wat minder. Naast de woonark kan je eventueel nog een plezierbootje neerleggen. Voldoende ruimte voor. Nou, met die boot kan je varen naar het centrum van Den Haag. Je kan richting Delft. Je kan richting het Westland. Kortom, fantastische plek om te liggen. De voorzijde van de woonark. Voldoende parkeergelegenheid. En de eigenaar staat zelfs hier met zijn auto. Eigenlijk om min of meer privéplek. Nou, twee superleuke buren, zowel links als rechts. Je zou eventueel, net zoals de buren, zou je eventueel een terras aan de voorzijde kunnen maken. Dat betekent dat je tot die biggetjes hier zo die hier liggen, hierachter zou je de ruimte in beslag mogen nemen. Dat betekent dat je potten, bloembakken, tafels, stoelen mag je in principe buiten neerzetten. Daar hoef je niet voor te betalen. Maar op het moment dat je er een hek omheen gaat zetten, zoals de buren het gedaan hebben. Op het moment dat er een hek omheen staat, dan moet je precario rechten gaan betalen. Die precario rechten zijn 11 euro de vierkante meter. Dus op het moment, nou is deze boot denk ik net geen 20 meter. Op het moment dat die 20 meter lang is, 3 meter breed, dat is 60 vierkante meter. Betaal je daar 660 euro per jaar voor. En dat betekent dus dat je de hele tuin aan de voorzijde dan in gebruik neemt door middel van een afgeschermde hek. Wat jullie nu zien is dat er een klein huisje op de kade staat voor de fietsen. Nou, die zijn vaak 2 bij 3 meter. Daar betaal je 66 euro per jaar voor. Goed, dit was de woonark aan de Troelstrakade, nummertje 56. Ik ben geloof ik het huisnummer nog niet gezegd, maar het is huisnummer 56. Althans, woonark nummer 56. Op de website www.thuisinwoonarken.nl kunt u alle informatie over de woonarken terugvinden. En mocht u vragen hebben, laat het weten. We kunnen u helpen met het hele traject. Zowel qua verzekeringen, maar ook qua hypotheken. Het werkt net even wat anders dan met woonhuizen. Maar we hebben de kennis en ervaring in huis. Dus laat het ons weten. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.